Guy Kosten sy 50ste langspeler die lig laat sien. 'N ongeëwenaarde prestasie in Suid-Afrika en 'n man wat die staatspresidentstoekenning in die goue klas ontvang het vir sy bydrae tot die kunste in Suid-Afrika. Ja, waar ek vandaan kom, dis ver oor die see. En waar ek my eerste musiek gehoor het, my eerste, ek sal maar sê, orkestmusiek, was in die stad waar ek gebore is, Schiedam, toe die Heilsleer se orkest onder my venster gestaan en speel. Nou, baie mense dink nie, dis Holland, maar ek ben in Holland gebore en in Schiedam, en dat is die Jeneverstad, waar een mens Jenever drinkt. Wel, ek het hoegenaamd geen aspiraties gehad om een lichte sanger te word, want my muziekachtergrond was ernstige muziek. Maar toen word ek gevra om vir die Abraham Kriel Kindertehuis een plaat te maak vir hulle fondse. En dit het geleid naar nog een plaat, en toe kom Erika. Films! Rolprenten, ek het nooit gedacht ek sal voor een camera staan nie, maar dit het gebeur. Vanweer, Erika, het vraag toe vir my om die liedje in een rolprent te sing, en die prentse naam was Die Kriel Miljoene. Daar het ek ook op een osse waar staan en sing My Hart Verlang naar die Boerland. Maar in ieder geval, dit het geleid na, ek denk, die grootste succes met ons gehad in die tijd, en vir lang tijd ook, na Hoor My Lied. As gevolg van die succes van Hoor My Lied, kom daartoe nog rolprenten, nog drie. Die lekker ding vir my was, en vir die ouders wat daarin gespeel het, was baie van die skote is geneem in ander lande oorsee. En het was verrukkelijk om in een ander land, soos in Amerika te staan, of in Duitsland, of in Wien, of waar jy ook al is, in Afrikaans te sing in die straten. Dit was iets heel besonders. Die prente wat toe gevolg het was Lied in My Hart, dit was Lokval in Venetië en Een Nieuwe Lewe. Concerttoeren was geen sprake van nie. Kijk, ek was elektricien geweest. Daarna het ek, en toe het ek my eie bezigheid gehad. En in die aande was totaal beset met opera, muziek blijspelen, vir truck en vir kruik en vir allerhande mense. So, toe kon ek glad nie daai tyd. En het was nie so moeilik om te toeren. Maar toe het ek my bezigheid verkoop en toe het ek besluit, nou moet ek ook deur die land toe en my muziek vir die mense gaan gee. Ja, en toe kom televisie. En dit was weer heeltemal iets anders. In ander woorde, nou speel ek vir die camera wat my sommer so my oog vat op net my gezicht. Ek sta nie daar weer voor. Een nieuwe facet in die kunstenaarse lewe. En in my lewe was dit een wonderlijke facet geweest. Ek het ek baie geniet om daar die talle programma gij sing te maak. Nie net hier in Suid-Afrika nie, maar ook in Europa. En daar het ons weer die geleentheid gehad met een klein spanniekie van ons eie mense om daar deur Europa te toer en Afrikaans te sing. Hoe ek het recht gekry het om 50 platen te maak? Wel, dit was omdat ek die rechte liedjies gehad het. Die rechte liedjies waarvan die mense gehou het. Ek vat maar treffers soos Liefling, Seeman, Sing Seeman Sing, Algoabai, Jerusalem. Mense daarvan gehou. Dis ook omdat ek gekoop het. Ja, ek het afgetree as hoof van kruik, maar dit beteken nie, ek tree nie meer op. Want ek het nou net South Pacific gesing in Oost-Londen. Daarvandaan gaan ek naar Bloemfontein toe om Vledermaas te sing. En dan kom ek terug Kaap toe om die Vrolijke Medelee te sing. So, en dan, behalve dit nog, moet ek nog een plaat maken, langspelen vir die einde van die jaar. So, ek het afgetree, maar uittree, nooit.